Nou, hier zijn we dan in het stadspark. Achter me de Cellenpoort. En als ik me dan even zo meedraai, zo, met de camera mee zo. Hierachter de Cellenpoort en hier vindt de veldslag plaats. In de poort komen twee grote deuren weer te hangen. Ja, te hangen. We mogen ze niet in scharnieren hangen, maar daar maken we een speciaal mechanisme voor dat die deuren gewoon open en dicht kunnen. En dan is achter mij komen dus de kampen militie komt daar tevoorschijn. Aan mijn rechterkant, voor de kijkers dus links, daar komt de geharnaste burgerij van Kampen, zoals de historie verteld heeft. En aan de andere kant, tussen de tribunes door, daar komt dus de ruiterij tevoorschijn. We gaan de tribunes opbouwen. Naast de poort tot aan die grote eerste boom. En dan zal de tribune zal helemaal doorlopen. Hier langs. En dan gaan we daar helemaal tot aan die struiken verder. En dan gaan we met de tribunebouwers, die komen straks in januari, komen ze hier ook. En dan gaan we samen overleggen wat als we mogen doen. En wat als de mogelijkheden zijn. En dan gaan we waarschijnlijk hier ook een tribune bouwen. Dat het publiek gewoon onder de tribune door kan. En dat ze ook boven de weg kunnen zitten. En vanuit die kant komen dus de Gelderse troepen komen daar aan om onze mooie stad te beroven van al het moois wat wij hebben. Maar daarover zal Joeri straks meer gaan vertellen. We nemen jullie straks ook allemaal even mee naar bepaalde locaties waar wij de middeleeuwse horecagelegenheid gaan opbouwen. Waar wij zelf komen te staan, daar waar het jousten zal plaatsvinden, waar als ridders elkaar met lansen uit het zadel proberen te stoten. En zo gaan we dus, zo zijn we dus al een jaar bezig aan het stoeien. Het is een enorme organisatie. Maar het zal ook allemaal wel weer goed komen met hetgene wat we nu allemaal al hebben. Ik geef nu even het woord aan Joeri. En die zal nog in detail gaan vertellen over de veldslag op zich. Dankjewel, heer Dolf. Goed, de veldslag gaat hier dus plaatsvinden. Allereerst het meest belangrijke gebouw is natuurlijk hier de Cellenbroederspoort zelf. Nou, daar komen dus die poorten. Die deuren die komen daar weer in te hangen en deze poort wordt dus bestormd. Kampen gaat zich hier opstellen met de kampenmilitie. Er zal een inspectie van de schout zal plaatsvinden om dus die kampenmilitie helemaal netjes in het gereel te krijgen voor de veldslag. Wat we dan krijgen is, dan heb je dus de eerste scène uit het script, die zal hier plaatsvinden. Op een gegeven moment dan worden al deze mensen en dat hele leger van Kampen wordt gealarmeerd. Doordat er aan die zijde, dus aan die zijde van het water, rookpluimen opkomen stijgen. En dat betekent dat er gevaar is. En wat we dan krijgen, als we die kant een beetje op kunnen kijken, dan zie je dat hier vanaf die brug, daar komen dus ook de tribunes te staan. Maar daar komt het leger van Gelre vandaan. Dat is ook historisch accuraat, want aan die zijde plunderden ze ook in 1427 de ommelanden van Kampen. Die komen er dus aan, die stellen zich daar op. En Kampen zal dan vervolgens zich terugtrekken in de poort om de beschieting van de Gelderse kanonnen af te wachten. Nou, dan hebben we dus dit hele stuk stadspark waar die Gelderse soldaten aankomen marcheren. Die gaan de poort aanvallen. En dan hebben we nog twee locaties waar zal worden gevochten. De eerste locatie is aan die kant. Dus als we hier een klein stukje naartoe draaien, dan kun je zien dat vanaf deze zijde zal de kamperruiterij, dat zijn dus de ruiters uit de stad, die zullen hier hun opwachting maken en die komen vanaf deze zijde, vanaf de tribunes, komen zij uiteindelijk het slagveld oprijden. Als we dan weer een halve draai de andere kant op maken, dan richten wij ons richting Hagen en Brunnepe. Dus hier ligt Hagen en Brunnepe. Dat zijn nu wat wijken van Kampen. Maar in de middeleeuwen, in 1427, waren dat losse dorpen. Nou, en aan het begin van de veldslag heeft de kamperkapitein gevraagd om een boodschapper te sturen met versterkingen. En die komen ook uit Hagen en Brunnepe. Dus die zullen vanaf deze zijde het slagveld binnentreden. En die komen dus de kampenmilitie versterken. Dus als je hier om je heen kijkt, dan komt er uit
elke richting komt er wel een leger het veldslag op. En dat moet voor het publiek dat hier op de tribunes of ernaast staat, moet dat een soort van idee geven dat echt van alle kanten wat gaat gebeuren. Dus dat moet heel spectaculair worden. Verder zal ik Wietse nu nog even het woord geven. Het begin van het zwembad, het gebouw van het zwembad, als we daar een horizontale lijn trekken, denkbeeldig, over het water, is dat de grens, daarachter ligt niks. En dan worden de groepen aan beide kanten van het water worden ze gelegerd. En dat kunnen dus ambachten zijn, dat kunnen ridders zijn, dat kan van alles zijn. En als je met me meedraait, dan is het vanaf deze plek helemaal tot aan die bomen, over de Kennedylaan en daarachter, tussen de bomen in de verte, daar komt het joustveld. Daar komen de steekspelen, ridders te paard en die gaan daar aan de slag. Jury vertelde net al dat vanaf die kant straks de ruiterij komt. En nou ja, eigenlijk is de veldslag straks omgeven door allerlei troepen, allerlei middeleeuwse ambachten, uitbeeldingen, potsenmakerijen, middeleeuws leven, vooral koken, veel vuren. En we hopen in ieder geval tegen die tijd dat het niet dit weer is. Dan is het wel lekker warm met al die vuren. Maar dat is een beetje het grote geheel. En wat betreft de veldslag, ik weet niet of Jury dat genoemd heeft, maar ik weet niet hoe die straat heet, maar richting de Europa-allee, achter de bomen halverwege, daar komen straks de signalen vandaan dat de ommelanden van Kampen platgebrand zijn, dat de boerderijen en het vee in de fik gestoken is en naar haven meegenomen is. Nou, en dat is het signaal dat hier dus het een en ander gaat plaatsvinden. Dus in zoverre zijn de plannen klaar en liggen ze klaar en kunnen we het al uitvoeren. Het is nu nog communiceren met groepen. Wanneer ze komen en hoe ze komen. En we zijn nog aan het werven. En wilt u meedoen? Meld u zich aan via Facebook. Komt u terecht bij Jury. Meld u zich aan bij riddersvandeijssel.nl. Dan komt u bij Wietse. U krijgt van ons alle voorwaarden. We zoeken nog zwaardvechters en nog andere mensen met een kampement. Wij zien u graag hier van 15 tot en met 18 juni tijdens de Internationale Hanzedagen 2017 in het Stadspark met het dagelijks leven en met de veldslag uit 1427 die bij deze poort achter ons zal plaatsvinden.